Katzensteins vakgebied kun je heel kort omschrijven met twee woorden. Wereldpolitiek en poreusheid. Dat betekent dat er heel veel dingen die we zien in de internationale politiek of in het internationale gebeuren niets te maken hebben of minder te maken hebben met staten die met elkaar interageren, maar veel te maken hebben met culturele uitwisseling, studentenuitwisseling, onderwijs, economie enzovoort enzovoort. Katzensteins werk is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de politieke wetenschappen als discipline. Niet de theoretische verfijning op zich staat centraal, maar het proberen bij te dragen aan het beter begrijpen van concrete politieke problemen. Waarom zijn we in staat om die Griekse crisis min of meer op te lossen, ook al kost dat heel veel tijd? Ja? Dat zijn eigenlijk heel sterk ook praktische vragen. Ja, en dat vind ik een heel belangrijke bijdrage of een heel belangrijke manier van werken voor de politicologie. Katzenstein is zeker een politicoloog waar we niet omheen kunnen. Heel bijzonder is dat als Katzenstein met een onderwerp begint, dat er heel weinig anderen al mee bezig zijn en dat 10 jaar later bijna iedereen ermee bezig is. Katzenstein is niet de politicoloog die met scherpe uitspraken het publieke forum zal opzoeken. Ja, daarvoor is hij ook zeer genuanceerd in de manier waarop hij werkt. En dat vind ik wel waardevol voor de politicologie. We hebben politicologen nodig die genuanceerd, grondig zijn en niet noodzakelijk zeer sloganeske vormen van wetenschapsbedrijven. De Universiteit Antwerpen staat voor een universiteit die open staat ten opzichte van de geglobaliseerde wereld, die ook wars is van dogmatisch denken, die diversiteit hoog in het vaandel heeft. Dit zijn allemaal waarden die eigenlijk ook doorklinken in het werk van Katzenstein. In die zin denk ik dat Katzenstein als eredokter perfect bij de Universiteit Antwerpen hoort.